De opstellingen van beide teams zien. Dus Oud-Hever de Leuven in een 4-3-3. Met een Bongonda evenzeer. Die nam dat ook een beetje persoonlijk. Bongonda met een geweldige solo en dan een geweldige goal van Torstvedt. Het voordeel gelaten door Boterberg. Want er werd een fout gemaakt op Theo Bongonda. En Christian Torstvedt die voelde die bal klaar liggen voor zijn geweldige linker. En brosseert na 6 minuten voetballen voor de bezoekers uit Genk. Toch het team dat het meeste drang naar voren toonde. Het meeste in de buurt kwam van de doelman van de tegenstander. En het begint bij een geweldige soloactie van Theo Bongonda. Die zet het op een lopen door de as van het veld. Een fout gemaakt door Jamelka. Maar de scheidsrechter laat het voordeel. Hij is niet geneigd om snel te fluiten. En dan Torstvedt, die van in de halve maan die bal perfect krult voorbij doelman Romo. Het is een mooie goal. En een vroege goal. En dus Genk op roze. Oud-Heveren-Leuven mis te lopen. Onuwatje. Meegeven aan Bongonda. Dit was eigenlijk zijn minste pas liever. Bongonda trappen. Buitenkant paal. Hier Onuwatje. Die pas is eigenlijk niet goed voor Bongonda. Maar die kapt dan naar zijn linker Hubert. Die laat dat misschien iets te gemakkelijk gebeuren. Heveren-Leuven is trouwens het team dat het meeste schoten tegen krijgt. Dit is weer een mooi gevoetbald over die rechterkant. Daar volgde ook de eerste kans uit. Malinov, kappen, trappen. Malinov dwingt Van der Voort tot een goede redding. Daar was opnieuw een mogelijkheid. Zij zitten normaal gezien wel in het zonnige gedeelte van het stadion. Ito, de 1-2 met Onuwatje, komt er bijna uit, komt er helemaal uit. Maar het schot gaat nog naast. Eerst die gelijkmaker weten te maken. Dan is het misschien wel mogelijk om nog aan 3 punten te denken. Hier komt de vrije trap van Mercier. Die gaat binnen na een fout van Van der Voort. Een blunder van de jonge doelman van Racing Genk. Uiteraard is die zeer kwaad, is die woedend op zichzelf. Hij heeft zijn 10e van de campagne. En de vrije trap gaat voorbij die muur. Maar Van der Voort moet die veel beter kunnen inschatten. Dat eigenlijk helemaal zeker is van deelname aan play-off 1 als nummer 2 en Anderlecht. Op de Bosuil, een geschepte bal van Schrijvers en dan de redding van Van der Voort, daar heb je dat. Hij heeft een foutje gemaakt, maar zet het dan vrij snel meteen recht met een klasseflits. Ik zijn lijf, oké, die raakt zijn elleboog, maar ik vind dat geen handspel. En hier nog eens die grandioos mooie aanval van Oud-Heveren-Leuven. Ja, de Norre, ik denk dat hij wil afdrukken, maar tikt die bal toch tot bij Henri en een Onuwatje. Bongonda is snel en Romo komt. Moet eigenlijk niet komen. Bongonda gaat dat afstraffen. Jawel! Rafael Romo. Hij moet daar niet zijn. De weg voor Bongonda richting doel is scherp en nog lang. Dus blijf je beter in de buurt van je doellijn. En Theo Bongonda straft dat af. En zo is het opnieuw 1-2. Dus opnieuw een voorsprong voor Genk. Vlietink trager dan Bongonda. Kan hem de doorweg niet versperren. Ito is diep. Bongonda heeft dat gezien. Vertrekt op eigen helft. Ito in een spurtduel met de Norre. Onuwatje wil hem al krijgen. Krijgt hem ook. Paul Onuwatje, is dit zijn moment? Jawel. Zijn 26e van de campagne. En boeken dicht zeker voor de thuisploeg. 1-3 voor Racing Genk op de counter. En opnieuw was Theo Bongonda toch betrokken partij. Want hij lag aan de basis van die tegenaanval. Een assist voor Junya Ito. Onuwatje, die al zeer zeker was van de gouden stier aan het eind van de reguliere competitie. Het zal ook moeilijk zijn om in de play-offs om hem nog bij te benen. Altamari, het is nog niet afgelopen natuurlijk. Weet Schrijvers nog te vinden. Mooi van Schrijvers. Henri en de voetveeg van Van der Voort. En zo blijft het 1-3. Niet omwille van kritiek op de wedstrijdleiding, maar een akkefietje met Lucas Bijker. Ito opnieuw onside vertrokken. Ito, Romo, de ingreep. Bongonda bewaart hij het overzicht. Hij wil het toch alleen doen en Romo brengt redding. Naar een vierde wedstrijd op rij zonder nederlaag. Dat is de eerste keer dat dat lukt sinds Van den Brom in november coach is geworden. En we krijgen nog een goal. Jawel, via de paal is het Thomas Henri. Die net als Onuwatje dus één keer op het scorebord staat. Nog een late aansluitingstreffer. 5-1 in de hij 21. Onuwatje 26, geen buitenspel. Wurmt zich daar los bij Arteaga. En dan in een duikvlucht kopt hij goed naar. Krijgen we nog een sensationeel slot.
Scheidsrechter Boterberg maakt er nu een einde aan. Het was nog even bibberen met dichtgeknepen billen voor Racing Genk. Door die late aansluitingstreffer